waar dat ik wel nieuwsgierig naar ben, is van, hey, jij bent onthaalouder, je zit vele dagen alleen met 7 kindjes. Hè? Hoe pak je dat eigenlijk concreet aan, buiten gaan? Want in de zomer, als ze allemaal maar gewoon een shortje en een t-shirtje hebben, is dat niet moeilijk. Hè? Maar die 250 andere dagen op absoluut. Het jaar, hoe doe je dat eigenlijk absoluut. Concreet? Dat is ook een groeiproces geweest. Ja. Want in het begin had ik echt de neiging van, we moeten hier nu allemaal naar buiten. Dus in een razend tempo, ieder kindje klaar krijgen en naar buiten. Op een bepaald moment heb ik dat kunnen loslaten. En nu geniet ik samen met de kindjes van ieder stapje. Dat begint eigenlijk met te zeggen van, kijk, we gaan naar buiten. En dan worden de jasjes eigenlijk op de vloer gelegd. De oudsten herkennen al hun jasjes. We zingen een liedje, terwijl dan met de jasjes aandoen op de klassieke manier, like dan ze dan later in de kleuterklas te leren krijgen. En dan stond ik eigenlijk meer en meer bij stil hoeveel vaardigheden bij het klaarmaken om naar buiten te gaan, wat dan we allemaal eigenlijk stimuleren. Sociale ontwikkeling. Ze helpen elkaar. Verstandelijke ontwikkeling. Ze herkennen hun jas. Ik heb hier door de jaren heen een hele collectie laarsjes in de hoofdkleuren. Op het einde van de rit kennen ze al de hoofdkleurtjes. Puur door spontaan, want we doen heel vaak laarzen aan. In de herfst, in de lente, in de winter, in de zomer niet. Is meestal op blote voeten. Mm-hmm. Maar kinderen zijn zeer gefascineerd door water. Dus eigenlijk hebben we bijna altijd, want kinderschoenen kosten veel geld. Dus ik ben dan op mijn gemak dat ze gewoon met de regelaarsjes van hier naar buiten kunnen. Dus eigenlijk al die vaardigheden worden gestimuleerd. En inderdaad, we zijn soms in de winter langer bezig met alle 6 de kindjes klaar te krijgen dan ze effectief buiten zijn. Mm-hmm. Maar dat maakt niet. Ja. Al zijn we maar een kwartier buiten, ze hebben die frisse lucht. En dan is het superleuk om terug naar binnen te komen, die warmte te voelen en we kunnen weer weg voor de dag. Ja. Dus eigenlijk is die voorbereiding eigenlijk van de kindjes klaarmaken, ze bijeen krijgen, kleertjes aandoen en zo. Bezie je dat eigenlijk een stukje als deel van het spel ook? Ja, absoluut. Ik zie dat eigenlijk als een activiteit. Ja. Gelijk dat je anders een activiteit zou voorbereiden, wat dat meer gemaakt is in mijn ogen, is dat een spontane activiteit waarbij dat je zoveel leert. En ook de taal wordt geprikkeld, alles wordt benoemd. Like dat je in een prentenboek zou kijken en de kledij benoemd. Heb je het nu live? Heb je het nu? Eigenlijk kunnen ze het echt aanraden. Dus ik zie er alleen maar de voordelen van. Zeg Mieke, waar dat ik ook nieuwsgierig naar ben. Hè? Hoe doe je dat dan concreet? Want je hebt bijvoorbeeld je peutertjes. Hè? Maar dan heb je momenten dat ook de baby's nog slapen bijvoorbeeld. Doe je dat dan enkel op momenten dat iedereen mee kan? Of hoe organiseer je dat dan aangezien dat je ook alleen bent eigenlijk? Wel, tijdens de winter is het buitenmoment meestal tussen 10:30. Ja, 10:30 zo. Dan zijn meestal alle kindjes wakker. En kan eigenlijk iedereen mee naar buiten. Kinderen die nog niet, putters, die nog niet stappen, of baby's, worden dan eigenlijk naar hier vervoerd in een tweelingsbuggy. Een oude tweelingsbuggy dat ik daarvoor gebruik. En de putertjes weten al goed onderweg hier. Er is natuurlijk altijd toezicht. En dan neem ik de baby's elk om de beurt een keer op mijn arm. En dan doen we wandelingsko of ga ik mij ergens gaan neerzetten. Dus zo los ik het op. Ja. Als de dochters thuis zijn, dan durf het wel een keer gebeuren dat ik enkel met de peuters naar buiten kom. Dat geeft mij natuurlijk wel meer vrijheid om dan eerder een geleide activiteit te gaan doen. Alhoewel dat ik ervaar dat kinderen weinig leiding nodig hebben. Het rare is dat ik ook heel weinig moet tussenkomen. Ja. Er zijn veel minder discussies, veel minder ruzietjes. Ja. Dat is omdat de grenzen, denk ik, gewoon veel ruimer zijn. Ja. Ja. Natuurlijk, het is ook een beetje afhankelijk, veronderstel ik, van het aanbod dat je buiten hebt. Hey, je zegt van, ik moet eigenlijk niet veel tussenkomen of ze vinden zelf wel hun spel. Hè. Wat vind jij in uw opvangruimte, in uw buitenruimte, eigenlijk essentieel? Dat je zegt, dat is hier de topper, waar dat ze allemaal zot van zijn. De zones zijn eigenlijk gegroeid ook uit observatie. Dus eigenlijk de boomstammenkring gebruiken we meestal om te bewegen. Dus want een kind staat nooit stil. Mm-hmm. En dan die wand is eigenlijk een speelwand om muziek te maken. Dat was eigenlijk aanvankelijk de bedoeling. En dan hier heb je de kleine moestuin waar dan ze mogen meehelpen. Natuurlijk winter, maar toch wordt er af en toe wel een keer gegraven in de aarde. De houten bakjes dat je hier ziet, is eigenlijk om
kunstwerkjes, natuurkunst in te bewaren. Dat is meer een aspect in de zomer, wat ik nog meer buizen dan aan bevestig. En hier, de dien is er altijd om de handjes af te spoelen. Dan giet ik daar water door en dan houden ze hun handjes onder de spruier. En de bonentype verandert eigenlijk ook doorheen de seizoenen. Nu is die natuurlijk kaal en wordt die voornamelijk gebruikt om daarin te koken. Daar staat er heel wat losmateriaal. Maar eigenlijk, kinderen lopen van het ene hoekje in het ander. Het is eigenlijk heel belangrijk dat er voldoende losmateriaal aanwezig is. En dat losmateriaal wordt ieder seizoen herbekeken. Nu zijn dat voornamelijk takken, verschillende soorten takjes. In de zomer ga ik dan meer naar schelpjes, keien. En dat dan in combinatie met de kring, die ook telkens anders is. En nu heb ik er toch nog wat, die bamboeblaadjes blijven altijd groen, wat ingelegd. Maar in de herfst is dat hier echt een prachtige plek om in te rollenbollen. Op terras hebben wij een muur begroeid met wilde wingerd. En die blaren, dat is echt een seizoensmuur. Dat verandert van fel groen in de zomer naar geleidelijk aan een heel mooi rood. Dus als ze afvallen, de bladeren, zijn ze nog steeds rood. En dat is echt heel prachtig in combinatie met de boomstam. Dus daar wordt er in de herfst heel veel in gespeeld. Ga ik ook dan zo dingen in gaan verstoppen. En doen we, dat start dan eigenlijk wel binnen soms met een verhaal. En dan gaan we op zoek naar wat dat er verborgen ligt tussen de blaadjes. In de zomer giet ik hier altijd een lading zand. Echt wel heel veel zand, een mooie berg zand. En dan verstoppen we schelpen en dan is het graven en moddertaartjes maken. Dus eigenlijk alles vloeit heel natuurlijk in elkaar over.